Welkom bij de bijeenkomst, de nieuwe economische crisis, een marxistisch perspectief. De coronacrisis heeft de wereldeconomie inmiddels in een diepe crisis gestort en wereldwijd dreigen miljoenen mensen werkloos te worden. Inmiddels zijn ook de olieprijzen gekelderd en dan komen natuurlijk vragen bij ons op als waar komen crisis vandaan en wat kunnen we de komende jaren verwachten? Mijn naam is Hella Baan en ik praat hier vandaag over met Michel Tillanus. Wij zijn allebei lid van Internationale Socialisten. En deze bijeenkomst is in het kader van het Marxisme Festival. Normaal houden we dat natuurlijk in Crea 2 dagen lang. In allerlei zalen, maar dat kan natuurlijk vanwege de huidige situatie niet. Dus op deze manier proberen we het festival online te houden. Omdat discussiëren zeker in deze tijd nog steeds van het uiterste belang is. Dus bedankt dat jullie daar vandaag bij aansluiten. En dan lijkt het me nu goed dat we het gesprek beginnen. Want Michel, op het nieuws wordt er nu veel gesproken over de invloed van corona op de economie. En er worden ook vergelijkingen gemaakt met de bankencrisis van 2008. Economen en politici zijn wat optimistischer. Ze zeggen dat banken nu gezond zijn en dat alles weer kan worden opgestart als de besmettingen teruglopen. Maar hoe denk jij daarover? Ja, in de eerste plaats moet je natuurlijk altijd de vraag stellen, hoe komt het eigenlijk dat zo'n uitbraak van een coronavirus en lockdowns die daarop gevolgd zijn, dat die de economie in zo'n acute crisis storten. Want eigenlijk zou een economie zou moeten gaan over wat we met z'n allen voortbrengen om onze behoeften te bevredigen. En dan zou je in staat moeten zijn om gewoon te zeggen, als er nu dus zo'n lockdown is, dan hebben we al andere behoeftes. Dan stellen we andere prioriteiten en dan gaan we dat met elkaar doen. Maar wat je ziet is dat allerlei ondernemers moord en brand schreeuwen. Want ja, ze maken geen omzet. En ze kunnen dus kennelijk alleen maar doen wat ze moeten doen in normale tijden. Om omzet draaien en winst maken in de sector waarin ze opereren. En dat is dus eigenlijk al waaraan je kan zien hoe een kapitalistische economie werkt. En dan is het duidelijk dat wanneer allerlei bedrijven tijdelijk moeten sluiten, dat dan de groei afneemt en er een krimp komt. En hè, wat je nu dus ziet van eerste kwartaal min zoveel procent en tweede kwartaal wordt het nog erger enzovoort. Dat is dus volledig duidelijk. Maar dat is eigenlijk, kun je hier al het falen van de kapitalistische economie kun je hier al aan zien. Het is niet een economie die gericht is op het bevredigen van de maatschappelijke behoeften. Maar het is een economie die gericht is op winst door allerlei particuliere ondernemingen. Die investeringen hebben gedaan. Die producten of diensten maken. Die dan verkocht moeten worden. En dan moeten er dus ook kopers zijn. En dan moet die koop ook kunnen plaatsvinden. Dus je hebt dan voortdurend die ruilbeweging. En ja, en als dat dan door een lockdown allemaal wordt onderbroken, dan raakt zo'n economie in crisis. Ja, en wat is zo'n crisis eigenlijk precies? Want in het kapitalisme zit een soort golfbeweging. Hè? Kan je me daar meer over vertellen? Ja. Kijk, de economie komt dus nu in een neerwaartse spiraal, want de mensen die dat allemaal moeten kopen, producten en die diensten ook moeten kopen, die dus op de markt gebracht worden, dat zijn dus in grote meerderheid de mensen die zelf ook in het productieproces werkzaam zijn en daarvan ook afhankelijk zijn om hun loon te verdienen, waarmee ze dan vervolgens weer die producten kunnen kopen.
En als er dus bedrijven moeten sluiten, dan worden die mensen werkloos. En dan hebben ze minder geld te besteden. En dan kunnen ze dus minder producten kopen. En dan raken er nog meer bedrijven in moeilijkheden. En loopt de omzet nog verder terug. En dan krijg je dus een neerwaartse spiraal. Nou, die is dus nu heel duidelijk aan de gang. Hè? En het blijkt dus nu ook dat de aanvankelijke steunmaatregelen, die worden nu alweer minder. Hè? En het wordt nu wel mogelijk voor bedrijven om mensen te ontslaan en dergelijke meer. Dat is in de Verenigde Staten natuurlijk al op veel grotere schaal al direct al bezig. En maar dat zat er natuurlijk ook dik in, nu het wat langer gaat duren. En je krijgt dus onmiskenbaar zo'n neergaande spiraal. Nu is het belangrijk om te zien dat ook zonder coronacrisis zo'n spiraal al periodiek optreedt in het kapitalisme. Hè. Dat wordt dan meestal de business cycle genoemd. En voor de meeste economen is dat gesneden koek. Hè. Dat je hebt een periode van stagnatie, maar daarna ontstaat er weer de mogelijkheid van een opleving. Hè. Want op een gegeven moment zijn er zoveel bedrijven over de kop gegaan, dat er weer ruimte ontstaat voor de overblijvende bedrijven, hè, die dan tot de winnaars behoren, om weer opnieuw op te starten en weer mensen weer aan te nemen. En daardoor begint die hele economie dan weer te draaien. Dat is de normale gang van zaken in het kapitalisme, zolang het industriële kapitalisme bestaat. Hè, vanaf de 19e eeuw hebben we steeds van die periodieke crisissen en oplevingen gezien. En het is dus logisch dat economen nu denken van, nou ja, goed, in de kern is het systeem gezond. Dus we hebben nu die lockdown, maar als dat voorbij is, dan zul je ook wel weer zo'n opleving krijgen. Nou, om erachter te komen van of dat waar zal zijn, moet je natuurlijk wat verder ingaan op waar was de wereldeconomie in die cyclus voordat de coronacrisis uitbrak. En want dat is bepalend van hoe je eruit zult komen. En daar is dan nog wel weer een heleboel over te zeggen vervolgens. Ja, precies. Dat lijkt me ook inderdaad wel goed om op terug te komen zo meteen. Maar het is dus zo dat er eigenlijk geen kapitalisme mogelijk is zonder crisis, vanwege de interne verhoudingen binnen dat kapitalisme, wat je net al hebt uitgelegd, vanwege die productie en die koopkracht, die als het ware met elkaar in wrijving zijn eigenlijk. Ja, dat is inherent aan het systeem, dat de kapitalisten produceren voor de markt, realiseren de waarde op de markt en behalen daarbij ook winst. En met die winst kunnen ze dan weer een nieuwe cyclus in en ook zelfs gaan uitbreiden als ze succesvol zijn. Maar op die markt moeten ze hun producten en diensten verkopen aan zeg maar de 99% die zelf in die bedrijven werkzaam is geweest om dat allemaal te maken. En dan krijg je een verschil in waarde, want het hele systeem is erop gebaseerd dat de mensen die werken niet dezelfde waarde van de
producten die ze voortbrengen terugkrijgen in de vorm van hun loon. Als dat zo zijn, dan zouden bedrijven geen winst kunnen maken. En dan vervalt het hele motief voor kapitalisten om überhaupt dat hele circus van zo'n productieproces met alle risico's van dien op te starten. Dus het hele systeem is erop gebaseerd dat er altijd een waardeverschil is tussen wat de arbeiders terugkrijgen in de vorm van loon en de waarde van alles wat op de markt gebracht wordt. En uiteindelijk zullen dus die waren niet allemaal verkocht kunnen worden. En dan krijg je dus die neerwaartse spiraal. Hè, ik zeg dit nu even in vereenvoudigde vorm. Hè. Dit is nu eigenlijk een beetje een theorie van onderconsumptie. Zo simpel is het niet. Want juist aan het begin van een nieuwe opleving worden er allerlei nieuwe investeringen gedaan. En dan zie je ook een toenemende vraag naar staal, naar machinerie en dergelijke meer allemaal. En de mensen die daar werken, die verdienen daarmee ook hun loon. Die eten zelf geen staal. He, dus dan zou het systeem in evenwicht kunnen zijn. He, omdat dan de mensen in die sectoren, he, en denk ook aan infrastructurele werken, schepen die dan gebouwd gaan worden, havens die worden aangelegd. Al die mensen die daar werken, die eten dus ook mee aan de eindproducten die uiteindelijk dan op de markt komen. En dan kan het systeem floreren. Het punt is alleen dat je kunt geen schepen en machines maar blijven maken. Want op een gegeven moment draait dat al allemaal en vaart dat al allemaal. En dat is juist bedoeld om een heleboel productiecycli mee te gaan. Dus de vraag naar dat soort kapitaalgoederen gaat onvermijdelijk afnemen. En dan zie je dus dat er een onbalans ontstaat. En dat je dan dus wel degelijk krijgt dat er uiteindelijk te veel consumentenproducten op de markt komen met al die nieuwe machinerie die nog steeds draait en die ook moet draaien voor de kapitalisten om hun winst te blijven realiseren. En dat dan dus langzamerhand dat sneeuwbaleffect ontstaat. Dat is dus eigenlijk de normale cyclus van de kapitalistische economie. En dat de kapitalistische economie alleen maar zo kan functioneren, dat is eigenlijk al een aanklacht tegen het systeem. Want dat wil zeggen dat het kapitalistische systeem zichzelf haar eigen leven alleen maar kan rekken door periodiek in crisis te verkeren, wat voor de gewone mensen gewoon alleen maar betekent werkloosheid, armoede, ellende enzovoort. Dus daaraan zie je dat al. En ja, in een crisis als deze zie je dat wel in heel verscherpte mate. Nu is het zo dat zou de wereldeconomie nou net in een sterke fase van opleving verkeren op het moment dat die coronacrisis uitbrak, dan zou een tijdelijke lockdown het effect kunnen hebben van ja, het gaat wel eventjes, ligt het stil, maar er zit een aan-uitknop aan de economie. Als dat straks weer over is, dan zetten we hem weer aan en dan gaat die opgang weer op gang komen. En dan is het leed gauw geleden. Hè? Dan zijn er miljoenen mensen tijdelijk werkloos geweest. Die hebben allemaal hun spaargeld moeten aanspreken of zich in de schulden moeten steken. Maar die komen daarna allemaal weer terug aan het werk. En dan zou je je kunnen voorstellen dat dan ook de koopkracht weer op peil komt. En dat dan de boel weer doordraait. En dat was vooral afhankelijk toch wel het idee
beide economen van even zo'n V-vormige crisis, maar daarna gaan we weer door. En dat is jouw beginvraag van ja, we zitten nu in een andere situatie van 2008. Want de economie is in de kern gezond en de banken zijn nu niet deel van het probleem, maar deel van de oplossing enzovoort. Ja. Nu, de meeste economen beginnen daar nu toch wel aan te twijfelen of het werkelijk zo'n V-vorm zal zijn. Maar dat komt vooral omdat het toch allemaal wat langer dreigt te gaan duren dan ze eerder hadden gedacht. En dus nu begint men al te waarschuwen voor toch een wat langduriger crisis. Maar volgens mij ligt het niet alleen aan de tijdslengte van de lockdowns, maar is er nog wel wat meer aan de hand, want de wereldcrisis was volgens mij niet zo gezond als wel beweerd wordt. Ja, precies. Dus die context van inderdaad waar we ons bevinden op die grafiek van hoog en dieptepunt, zeg maar die golfbeweging, dat we al in die neergaande lijn zijn, bepaald volgens jou inderdaad de context. Volgens mij is het goed om later in het gesprek nog even ook een vooruitblik te doen naar hoe jij dan ziet hoe de komende periode gaat. Maar ik vind het ook nog wel interessant om even nog naar de geschiedenis te kijken, want veel mensen trekken nu ook historische parallellen. Bijvoorbeeld, je noemde het al, de Verenigde Staten. Nou, de werkloosheid is daar natuurlijk echt omhoog geschoten in verband met corona. Daar worden nu al vergelijkingen gemaakt met de jaren 30 bijvoorbeeld. Wat is daarin jouw indruk daarover? Ja, het is goed om over die geschiedenis verder te praten. Mm-hmm. We hebben net al gezien dat door het hele geschiedenis van het kapitalisme van die op- en neergaande bewegingen zijn. Het is een golfbeweging, maar dat is niet een monotone golfbeweging waarbij de toppen van de golven steeds even hoog zijn en de diepte van de dalen steeds even hoog zijn. Wat heel opvallend is, is dat je ook langere periodes hebt gekend in de geschiedenis van het kapitalisme, waarin die dalen erg mild waren en de toppen steeds hoger kwamen. Hè. En dus als je daar een middellange termijn tendenslijn doorheen trekt, dat die dan opgaand is. En er zijn ook langere perioden geweest van neergang en stagnatie. En de jaren 30, dat was dus echt deel van een langere periode van stagnatie. En de 50er en de 60er jaren, dat was juist een langere periode van expansie. Hè? Niet dat je daar niet ook toppen en dalen had, hè? Maar die dalen, Die waren tamelijk mild. Hè? En die vielen nauwelijks op. Hè? Sommige mensen zeggen zelfs dat er helemaal geen dalen geweest zijn. Maar statistisch zijn die wel degelijk aan te tonen. Hè? Maar dat is eigenlijk de tijd dat de kapitalisten zingen even the bad times are good. Terwijl in zo'n lange periode van stagnatie dan zingen de kapitalisten even the good times are bad. Dat is eigenlijk de theorie van de langere periode van hetzij expansie, hetzij stagnatie. En ja, volgens mij is 2008 wel degelijk een keerpunt geweest van een periode van relatieve expansie van de jaren 90 en begin van deze eeuw, hè, wat ook al hè, de tijd van de globalisering wordt genoemd. Dat is volgens mij wel degelijk een zekere expansie geweest als je dat vergelijkt met de jaren 80, hè, die dus duidelijk ook deel waren van een langere periode van stagnatie. Ik denk dat rond de jaren 90 wel degelijk zo'n soort keerpunt ook is geweest, die met allerlei dingen ook samen hangt. Daar kunnen we het misschien straks over hebben. Maar 2008
markeert echt wel het einde van die periode. En sindsdien zitten we in een langere periode van stagnatie. En dat wordt ook door de meeste economen wel erkend. Daar heb je ook wel weer wat kleine opleventjes. Hè, maar die zijn, dat zet niet echt door. En tegenwoordig spreekt men al dat de economie goed draait bij een groeipercentage van 1,7. Nou, sorry, maar ik kom nog uit de jaren 70. En daar sprak men van groei als het ging over een procentje of 5. En 1,7, dan zat je toch echt wel in een crisis. En maar tegenwoordig wordt dat al een opgang genoemd. Ja. Heel belangrijk daarbij is de rol van China. China is niet meteen in crisis gekomen in 2008 op de manier waarop de westerse kapitalistische wereld in crisis kwam. Dus die bankencrisis die heeft zich niet zomaar ook doorgezet naar China. China had zijn eigen afgeschermde systeem en is door kunnen groeien. Hè, door allerlei overheidsmaatregelen, ook allerlei stimuleringsmaatregelen. En China heeft toen wel de stap proberen te zetten naar meer ontwikkeling van de binnenlandse markt. Omdat ze wel begrepen, de Chinese autoriteiten, dat ze niet zo afhankelijk konden blijven van de export als dat ze voor 2008 waren. Nu die overgang naar een meer binnenlandse markt, die is maar heel beperkt tot stand gekomen. En dat heeft natuurlijk ook allerlei tegenstrijdigheden in zich. Want China is nog steeds afhankelijk heel erg van de export. Nu, om die export goedkoop te houden, heb je een goedkope munt nodig. Terwijl als je een binnenlandse markt wil stimuleren, dan zou je juist dat moeten doen met een sterke munt. Want daardoor wordt je import goedkoper. Nou, die tegenstrijdigheid heeft China niet kunnen oplossen. En als Trump moord en brand schreeuwt van jullie houden de munt kunstmatig laag, dan heeft hij natuurlijk een punt. Maar China zegt van ja, ik doe niks anders als wat je in het kapitalisme doet. Kijk naar jezelf. Dus dat, maar China, die omschakeling naar een binnenlandse markt is niet gelukt. En China stevert langzaam maar zeker ook af naar een crisis, omdat ze niet kan door blijven gaan met alsmaar kunstmatige infrastructurele projecten en het verstrekken van leningen aan lokale overheden die daar ook niet meer van weten wat ze daar nog op productieve wijze mee kunnen doen. Dus de analyse is dat de economie van China steeds meer gaat stagneren, los van die coronacrisis. En dat wil dus ook zeggen dat we nu afstevenen naar een veralgemeende crisis, die nu ook landen als China zou raken. Maar kijk ook bijvoorbeeld naar een aantal andere opkomende landen zoals India, Brazilië, Rusland, Zuid-Afrika. Diverse van die landen zitten al dik in de crisis en zullen daar dus ook niet makkelijk uitkomen. Dus mijn prognose is dat deze coronacrisis en de economische maatregelen die daaruit zijn voortgevloeid, dat die de wereldeconomie versneld in een algemene crisis zal brengen, die inderdaad overeenkomsten vertoont met de veralgemeende wereldcrisis na 1929 of die na 1973. Ja, ja. En
Ik kan me daar, ja, bij zo'n periode van, langere periode van stagnatie, kan ik me natuurlijk wel iets voorstellen, maar niet bijster veel. Omdat ik natuurlijk in de jaren 80 geboren ben en ja, daar eigenlijk niet. Kan je mij wat meer vertellen over wat dat inhoudt? Je hebt net heel erg verteld over wat daartoe leidt en hoe zo'n periode dan, hoe economen daarover hebben. Maar wat moet ik me daarbij voorstellen? Als iemand die gewoon daar niet echt zo'n beeld bij heeft. Nou ja, kijk naar de jaren 30. De geschiedenis zal zich nooit herhalen. Maar je kunt wel zien wat daar voor tendensen een rol spelen. En die zullen nu op een nieuwe vorm, in een nieuwe vorm, zullen die opnieuw terug gaan komen. Wat je krijgt als de belangrijkste economische centra, hè, dus wat wij zeggen, de imperialistische mogendheden, als die allemaal in economische crisis zijn, dan krijg je een enorme verscherpte concurrentieverhouding tussen die grootmachten. En dat leidt in eerste instantie tot het soort protectionisme, hè, en handelsoorlogen die je nu al ziet beginnen te ontstaan, hè, door tussen de Verenigde Staten en China, en waar ook Europa in toenemende mate in meegezogen gaat worden. He, dat was al gaande voor de coronacrisis. En dat is voor mij ook een reden waarom ik zeg, we waren al op weg naar die neergaande fase toe. Wanneer dat dan niet een oplossing komt, en die komt niet zomaar vanzelf, dan kan zich dat ook op militair vlak gaan uiten. Hè? En dan wil ik niet zeggen dat er weer een nieuwe wereldoorlog dreigt. Maar je ziet dus wel, hè, dat allerlei vormen gaat aannemen van proxyoorlogen. Hè? Je ziet dat China's invloed uitbreidt in de zee, die China omringt. En je ziet dat er een soort race is op de hegemonie in het Noordpoolgebied. Hè? Want hoera, het ijs smelt, dus we kunnen bij de olie. Nou, dat is heel erg belangrijk. Hè? Dat wordt het nieuwe Midden-Oosten. En daar zie je dus ook al dat zowel de Verenigde Staten als China, als Rusland daar al een rol in spelen. Dit zal zich verhevigen. Je krijgt mogelijk een nieuwe slag om Afrika enzovoort enzovoort. Maar wat het vooral zal betekenen, dat is een langdurige fase van grote werkloosheid, bezuinigingen, armoede. Enzovoort. En onder die omstandigheden, en dat is denk ik wel ook een min of meer nieuw aspect, het zal niet alleen een economische crisis zijn. We hebben inmiddels ook een klimaatcrisis. En deze gezondheidscrisis die we nu meemaken, dat is ook niet een eenmalige zaak. Het is te hopen dat er binnen niet al te lange termijn een vaccin komt tegen dit virus. Maar als er niets verandert in de voedselproductie en onze omgang met dieren, dan is het wachten op de volgende. Dus dat zal ook een terugkerend verschijnsel worden. En in een dergelijke fase van economische stagnatie en onderlinge rivaliteit tussen de grote economische centra, is er dus ook geen mogelijkheid om aan die crisis het hoofd te bieden. En
zal dus eigenlijk alles gaan samenkomen. En je ziet dat nu al in Bangladesh en het oostelijke deel van India, waar op dit moment een gigantische orkaan woedt, waar miljoenen mensen zijn opgevangen in opvangcentra, wat natuurlijk vervolgens een verspreidingshaard wordt voor het coronavirus, althans dat valt te vrezen. En je ziet dat natuurlijk ook al in de vluchtelingencentra op de Griekse eilanden en dergelijke meer. Door het samenloop van al die problemen zal het dus echt voor miljoenen mensen een tijd worden van honger, gebrek, ziekte en dergelijke meer. Dat is echt geen leuk vooruitzicht. Nee, maar het is wel een hele duidelijke uiteenzetting als antwoord op mijn vraag. Dus dat is in elk geval wel goed om te weten als activist in wat voor verhoudingen we ons op dit moment bevinden. Wat ik ook wel interessant vind, er is natuurlijk ook in het verleden verschillend omgegaan met de crisis. In de jaren 50 en 60 de Keynesiaanse aanpak. En in de jaren 70 is er over gegaan naar liberalisme, zeg maar, is daar een switch geweest. Is dat nog van belang bij onze huidige situatie? En kan je me daar wat meer over vertellen? Ja, dat speelt natuurlijk een hele grote rol. Sommige mensen die zeggen dat we nu eigenlijk door al die staatssteun eigenlijk terug zijn bij Keynes. En daar ben ik het absoluut niet mee eens. Rutte die zegt zelfs van, goh, wat ben ik opeens socialistisch bezig. Dan moet je wel bedenken dat als hij het heeft over socialistisch bezig zijn, dat hij dan inderdaad bedoelt dat vermaledijde politiek van Den Uyl in de jaren 70, waar het neoliberalisme zich zo tegen afgezet heeft. Nou moet je wel goed begrijpen wat Keynesianisme eigenlijk was in de jaren 50 en 60. Dat was dus een theorie van oké, we hebben dus die periodieke crisis. En de jaren 30 waren heel zwaar, dat willen we niet nog een keer. Dus de staat moet ingrijpen. Die moet, als het goed gaat, iets van de groei afromen. Hè? Dus bijvoorbeeld door een behoorlijk hoge winstbelasting. Hè? Die was in Nederland, geloof ik, in de tijd 40% de vennootschapsbelasting. En een progressieve belastingsschalen voor de inkomstenbelasting, hè, met een toptarief van 72%, hè, voor het deel wat je boven een bepaald bedrag verdiende. Hè, dat kun je nu niet meer voorstellen. Dat is door het neoliberalisme allemaal teruggedraaid. Maar op die manier zou de staat dus een potje kunnen opbouwen om op het moment dat het dan weer slechter gaat, hè, want dat moment komt, dat had Keynes wel begrepen inmiddels, om dan door stimuleringsmaatregelen de economie draaiend te houden en te zorgen dat de dal niet al te diep werd. Hè, dus in de eerste plaats kun je dan denken aan infrastructurele maatregelen. Je kunt ook denken aan woningbouw, hè, de volkshuisvesting. Was toen nog een punt, dat is allemaal afgebouwd, dat bestaat in feite niet meer, is allemaal geprivatiseerd. En door behoorlijk hoge uitkeringen. Toen ik jong was, toen geloof dat je 5 jaar lang een WW-uitkering kreeg en dat 80% was van je laatst verdiende loon of zoiets. Dat is nu niet meer denkbaar. Maar daardoor werd die koopkracht in tijden van crisis ook
enigszins op peil gehouden. En het idee was dan, dan vlakken we die golfbeweging af. Hè. We maken de toppen wat minder hoog en daardoor worden de dalen wat minder diep. Nou, het bleek in de jaren 70 dat dat dus niet werkt. Dat werkt alleen maar als de economie om allerlei andere redenen toch al in zo'n lange fase van expansie verkeert. Hè. Dus in de jaren 50 en 60 leek dat succes te hebben. Maar toen het keerpunt kwam in 73 en daardoor zette in de rest van de jaren 70, toen bleek dat niet meer te werken. En toen kreeg je dus die enorme discussie onder economen en politici, wat geleid heeft tot een overwinning van wat toen heette de monetaristen en wat later het neoliberalisme is genoemd. En dat wilde die zeggen van, we moeten niet langer zwakke bedrijven steunen om de werkgelegenheid in stand te houden. We moeten niet langer door kunstmatig overheidsingrijpen proberen die crisis af te zwakken. Nee, laat de crisis haar werk maar doen. Laat de zwakke bedrijven maar over de kop gaan. Dan ontstaat er uiteindelijk weer ruimte voor een nieuwe opgang. Ja, en dat is dus de verandering geweest van het beleid van Thatcher in het Verenigd Koninkrijk, Reagan in de Verenigde Staten en hier in Nederland was het Ruud Lubbers, die dat ook in hele eenvoudige bewoordingen heeft gezegd. Wij steunen nu niet langer de zwakke bedrijven, wij steunen nu de sterke bedrijven, want ons beleid is erop gericht, het dorre hout moet maar weg, maar we moeten zorgen dat we winnaars overhouden. He, dus veelal wordt gedacht dat neoliberalisme betekent een terugtrekkende overheid en laat de markt haar werk doen. Nee, de overheid is helemaal niet teruggetrokken uit de economie, maar de overheid heeft een andere invloed op de economie, namelijk er wordt bepaald wat zijn voor ons land de sterke troeven en die gaan we steunen. Nou, ja. Dat is voor Nederland, is dat geworden Nederland distributieland. He, dat was toen de kreet, dus de Rotterdamse haven en Schiphol. Die moeten ten alle tijde, die mogen niet omvallen. Die moeten ten alle tijde blijven draaien. Nou, dat zie je nu heel duidelijk ook met de steun aan Schiphol en de steun aan KLM. Want KLM wordt gezien als een noodzakelijke voorwaarde om Schiphol een grote speler te laten blijven, een grote hub te laten blijven in het internationale vliegverkeer. Nou, dat is één. Het tweede sterke troef die is gesteund en wat je nu ook weer terugziet, dat is de biotechnologie. Met alles daarop en eraan. Dus de echte grootschalige vleesindustrie, de megastallen, maar een heel complex van technologie dat daaromheen met zaadveredeling, genmodificatie en dergelijke meer, waarop Nederland dan een voorsprong zou moeten hebben op de rest van de wereld en wat dan een belangrijk exportproduct zou opleveren. Een derde is erbij gekomen, de IT, althans bepaalde delen daarvan. Hè. Dus denk vooral aan ASML, hè, waar ze dus chips maken op een totaal geautomatiseerde manier en met een hele spin-off van 3D-printing en dergelijke die daaruit voortkomt. En een vierde speerpunt voor Nederland is dan het beroemde watermanagement. Ja, dus denk aan Boskalis en baggerbedrijven en allerlei technologie van waterkeringen en dergelijke meer, waar het Nederlandse bedrijfsleven ook de wereld mee overgaat.
Nou, dat zijn dus de sectoren die gesteund worden. Dat zijn ook de sectoren die nu gesteund zullen worden. En dat zie je ook terug in de uitspraak van ja, bedrijven krijgen wel steun, maar alleen als ze zelf wel levensvatbaar zijn. Dus wij steunen niet de zwakke bedrijven, die zullen toch wel om moeten vallen. Dat zit er gewoon in en dat gaat de komende tijd dus ook gewoon gebeuren. En dat zie je nu ontstaan in Nederland. En dat zal ook in Nederland wel degelijk tot een grote werkloosheid leiden. Dus er is niets Keynesiaans aan het huidige steunpakket. Dat is eventjes een tijdelijke maatregel om niet alles te laten omvallen. Maar één, het is niet gefinancierd uit een potje wat is ontstaan door het afromen van de winsten in een voorbijgaande periode. Het zal ook niet straks afbetaald worden door die winsten te gaan afromen. Dat vooruitzicht is er met de huidige regering helemaal niet. De rekening zal weer opnieuw gelegd worden bij de gewone mensen, zoals dat ook de afgelopen 10 jaar na 2008 voortdurend het geval is geweest. En daaraan kun je dus zien dat elke vergelijking met echt het Keynesianisme als economische politiek over een langere periode, die is dus echt onterecht. Ja, dankjewel. Iets wat je ook in aanvulling op dat verhaal eerder ook vertelde, was dat met de keuze van die sectoren eigenlijk de hele sector van de Nederlandse scheepsbouw toen verloren ging. Wat ook leidde tot massale werkeloosheid. Dus dat was iets wat ik ook interessant vond in het hele verhaal. En daarnaast is natuurlijk ook al die technologische ontwikkeling, waardoor er interessante dingen wel zijn, interessante opties voor automatisering, maar die worden nu heel erg tegen mensen natuurlijk gebruikt. Met die hele flexibilisering, slanke productie, just-in-time management en dat soort dingen. Dus dat vind ik ook een interessante factor eraan. En die sectoren die je net noemde, waar zijn dan die cruciale beroepen in die sectoren? Waar is de zorg? Inderdaad, je noemde de volkshuisvesting al. Waar is die? De post. De supermarktindustrie, waar we ons goed vandaan krijgen. Heel gek dat die daar dus niet onderdeel van zijn. Dat zegt ook wel wat, denk ik. Ja, kijk, dat is een heel interessant punt. Dat je nu dus opeens ziet van, tijdens die coronacrisis, wat zijn de vitale beroepsgroepen? Nou, dat is de zorg, dat zijn de vakkenvullers in de supermarkten. Dat is het onderwijs. Dat zijn dus helemaal niet de sectoren die onder die prioriteiten vallen, die ik net allemaal genoemd heb. En daaraan zie je dus ook weer dat het kapitalisme helemaal niet een systeem is wat erop gericht is om voor te brengen wat we nodig hebben in een bepaalde periode. Maar dat het gaat om waar kan de winst behaald worden? Welke sectoren kunnen een voorsprong hebben en houden op de wereldmarkt en kunnen dus winst blijven maken. Dus die tegenstelling die komt enorm naar voren. Want opeens wordt er nu gezegd van die zorg en die onderwijs en het onderwijs en die supermarkten en het personeel daarvan die zijn belangrijk. En dat moet door blijven draaien, maar dat blijkt dus helemaal niet uit de politiek die gevoerd is en die ook straks weer gevoerd zal worden. Je kunt dus ook zien dat de hele zorg die is echt kapot bezuinigd. Ziekenhuizen zijn geprivatiseerd, daar is ook alles gebaseerd op just in time, waardoor er dus totaal geen reservecapaciteit was die nu opeens nodig is. Je ziet het ook in de farmacie natuurlijk hetzelfde. Dat een privaat bedrijf dat gericht is op winst, die gaat niet
een vaccin ontwikkelen tegen een virus wat nog helemaal niet bestaat of zo. Dat is ondenkbaar. Dus opeens zie je dan dat daar de zaak niet meer aansluit. Productie zoals die was, sluit niet aan op de noden en is ook niet in staat om te schakelen. Daar begon ik mee. De kapitalisten, ja, die willen gewoon zelf weer omzet draaien op de manier waarop ze gewend waren. En men is niet in staat op een geplande wijze andere prioriteiten te gaan stellen over de economie als geheel. Ja, je noemt in de jaren 80 inderdaad de teleurgang van de scheepsbouw. Dat is dus het voorbeeld van wat er in Nederland is gebeurd. Er was een behoorlijke scheepsbouwsector tot eind jaren 70. Dat was het Rijn-Schelde-Verolme concern met meer dan 10 grote werven waar echt aan nieuwbouw en aan reparatie gedaan werd. Maar dat was in toenemende mate niet meer in staat om te concurreren tegen de opkomst van nieuwe scheepswerven in Zuid-Korea en China en dergelijke meer. Maar dat werd door Den Uyl nog altijd gesteund met staatssubsidie. Lubbers heeft toen gezegd van nee, dat gaan we niet langer steunen. Die moet maar gewoon over de kop gaan. En dat heeft dus inderdaad geleid tot tot het grotendeels verdwijnen van die scheepsbouw in Nederland. Wat er over is gebleven, dat is dus onder Danen scheepswerf en meteen een hele andere productiewijze en eigenlijk een niche in de markt. Met geflexibiliseerde banen en just-in-time en dergelijke meer. Maar dus met lang niet dezelfde werkgelegenheid als wat er in die oude Rijn-Schelde-Vrome werf was. En dat heeft echt in de Rijnmond tot massa ontslagen en Vlissingen. Niet te vergeten, tot massa ontslagen geleid. En dat is dus eigenlijk voor Nederland een belangrijk voorbeeld. In Engeland hebben we natuurlijk het grote voorbeeld van het sluiten van de mijnen onder Thatcher. Ja, en wat dat betreft, hè, we hebben het nu heel erg over de geschiedenis gehad. Ik denk dat het nu ook tijd wordt om vooruit te blikken en ook daarmee te kijken van wat we nu verder voor ons zien. Want in zekere zin zei je al 2008 was een keerpunt. En ik denk dat we nu heel erg de erfenis daarvan ook hebben. In die zin met er is niet de reserve gemaakt die nu de crisis zou kunnen opvangen. De schulden die in 2008 het probleem waren rondom die banken, die zijn niet opgelost. Zeker als mensen nu hun baan verliezen, als er veel flexibilisering en onzekerheid is. De huisvesting wat niet meer gegarandeerd is. Studies waar mensen echt voor in de zakken moeten graven. Dus ik vroeg me af of je het nu wat meer zou kunnen hebben over de drievoudige crisis. En wat dat nou voor jongeren betekent. En hoe we toch... verder daar tegen strijd kunnen voeren, want strijd is natuurlijk heel erg belangrijk en dat was het altijd natuurlijk al in al die periodes. Ja, deze periode waar we nu ingaan en denk aan een tijdschaal van de komende 10 of 15 jaar of zo, dat die gaat echt gekenmerkt worden door die drievoudige crisis die op allerlei ongelijkmatige manieren op elkaar zal ingrijpen. Je hebt dus ten eerste een economische crisis die op wereldschaal zal doorzetten. Je hebt de klimaatcrisis en je hebt gezondheidscrisis zoals nu met het coronavirus. Maar nogmaals, dat is niet de eerste en dat zal ook niet de laatste zijn. En het kenmerk daarvan is dat dit niet iets is van
ja, dat is voor de toekomst een probleem of wat dan ook, maar we komen daar middenin te zitten. En jongeren, die voelen dat vlijmscherp aan. Dus jongeren zijn eigenlijk de eerste, want die zijn bezig met in welke wereld komen we eigenlijk terecht. Hè? En die voelen dat vlijmscherp aan, dat een wereld zou worden met die drievoudige crisis. Hè? Want ook de klimaatcrisis, we zijn nu op het punt gekomen dat die echt gaande is en dat die voelbaar wordt. Hè? Dat niet iets is voor een verre toekomst, maar dat gaat ons leven beïnvloeden. En als ik dan ons zeg, dan moet je dat ook op wereldschaal zien. Hè? Want je kunt wel zeggen van nou, Nederland komt er goed vanaf tot nu toe. We hebben hier nog geen grote orkanen of overstromingen gehad, maar wacht maar tot de zeespiegel echt 6 meter gestegen is en het westen van Nederland opgegeven zal moeten worden. Wetenschappers beginnen daar nu heel voorzichtig met die mogelijkheid rekening te houden en men begint daar nu althans over te praten, maar dit is iets wat wel op jongeren afkomt, ook hier in Nederland. En jongeren zien dat en komen daar ook tegen in opstand. En dat lijkt wel een beetje op de generatie waar ik zelf uit voortkom, van de eind 60er, begin 70er jaren, want wij voelden ook zo'n keerpunt vlijmscherp aan. Hè? Wij waren ook opgegroeid in een tijd van na de oorlog en de oorlog is voorbij en het is vrede en je hebt geen crisis meer zoals in de jaren 30, wat onze ouders allemaal nog meegemaakt hebben en het gaat nu allemaal goed en er komt steeds meer welvaart en allemaal nieuwe producten die ook weer voortkomen uit de ruimtevaart en dergelijke meer, de tevelpannen en plastics, hè, vooral ook plastics en tupperware en nylons en afijn, het leven wordt steeds geriefelijker en we hebben allemaal een fiets en daarna een poeg en daarna een autootje en daarna een auto en eerst zwart-wit tv en dan kleuren tv en zo waren wij opgegroeid en wij voelden al aan dat daar een keerpunt in zat aan te komen en we zagen de verschrikkingen van de oorlog in Vietnam. Wij begonnen ons bewust te worden van het milieuprobleem, wat toen natuurlijk al speelde met de vervuiling. Er werd toen ook al over een klimaatprobleem gepraat. En wij begonnen in te zien dat er dus iets fundamenteel fout was aan het systeem. En daar rebelleerden wij tegen. En wij ontwikkelden een anticapitalistisch bewustzijn en waren op zoek naar theorie. En herontdekten het Marxisme als revolutionaire theorie die ons daarbij kon helpen. En mijn hoop is dat de jonge generatie van nu dat weer minstens op eenzelfde manier zal doen, maar het zelfs zal overtreffen. Er is wel een verschil. Voor ons was dit allemaal, ons leventje was nog redelijk goed. Hè? We konden ook allemaal studeren. Je had geen reten om je, je had geen vinger om je kont te krabben hoor. Maar goed, je kon studeren, dat was voor het eerst. En er was ook nog wel een zekere toekomst. Hè? Maar wij zagen die problemen meer in het groot enzovoort. En wij vielen het systeem aan. Nu ga je krijgen dat jongeren zullen dit ook echt aan de lijve ondervinden. Dus het wordt veel meer een existentiële crisis ook. En dat maakt het aan één kant maakt het nijpender. Aan de andere kant kan dat ook betekenen dat er
dat men blijft steken bij de problemen waar men in het dagelijks leven mee geconfronteerd wordt. En er geen aandacht is voor het grotere geheel en voor de systeemkritiek. Ik hoop dat jongeren dat toch met elkaar zullen weten te verbinden. En dan... Ja, Rutte die speelt daar heel slim op in. Door te wijzen naar de generaties, hè, bijvoorbeeld. Ja, Rutte die heeft dus van de week gezegd... de jongeren start een revolutie tegen je schoolbesturen enzovoort. Want de toekomst is van jullie. Nou, wij kunnen natuurlijk alleen maar zeggen... jongeren start een revolutie tegen Rutte. En het kapitalistische systeem waar hij een pendant van... Van is. En neem de theorie serieus en ga over tot actie. Maar bedenk wel, het systeem kun je niet veranderen door een jongerenrevolte. Daar liepen wij in de jaren 70 ook tegenaan. Het systeem kun je alleen maar veranderen als je echt de meerderheid van de 99% meekrijgt. En dus je zult de hegemonie moeten verwerven in de sociale bewegingen. En dat is een opdracht die een wat langere strategie ook vereist. Dankjewel. En is er nog een strijdvorm waaraan we dan kunnen denken? Of is er laatst iets van inspiratie ook geweest? Volgens mij liet je ook iets vallen over de hoogovens. Nou ja, kijk. Wat ik natuurlijk heel erg aardig vond, dat is met die lockdown en in die anderhalve meter samenleving, ja, hoe kun je nog demonstraties houden en hoe kun je nog staken en alle andere strijdvormen. Wij willen massa's in beweging brengen. Ja, hoe doe je dat op anderhalve meter afstand? En als je dan ziet dat grote parkeerterrein bij de hoogovens, waar de werknemers allemaal in een auto blijven zitten en een toeterprotest houden, dan denk ik van ja, dat is meteen al een creatieve manier waaraan ik kan zien, de klassenstrijd zal gewoon nieuwe vormen kiezen en zal niet weg zijn. En dat is natuurlijk enorm inspirerend naast allerlei andere initiatieven. De campagne voor 14 euro minimumloon, die is al meteen begonnen met stoepkrijten bij de supermarkten en dergelijke meer. Maar er zullen gewoon nieuwe vormen ontstaan. Onze strijd zal niet getroffen worden door een lockdown, maar zal nieuwe creatieve vormen aannemen. En dat geeft heel veel vertrouwen en optimisme voor de toekomst. Ja. Ja, de voorwaarden kunnen we in feite niet kiezen, maar we weten wel dat de strijd zal zijn. Hè? Er was afgelopen dinsdag ook een bescheiden protest van Code Rood in het kader van Shamas Vol, die ook de pijlen richt op de olieindustrie. Dat zijn denk ik hele hoopvolle dingen. Ja, ik denk dat we qua tijd helaas er nu doorheen zijn. Ja, nog even één laatste ding. Wat denk je dat uiteindelijk de oplossing uit die drievoudige crisis zal zijn? Wat is de mogelijkheid om eruit te komen? Kijk, hoe heet het? Je kunt deze problemen niet binnen het kapitalistische systeem uiteindelijk oplossen. En ieder idee van een wereld die nog steeds kapitalistisch is, maar waar we deze problemen zouden kunnen oplossen, dat is een utopie. Er wordt vaak van revolutionaire marxisten gezegd dat die utopische wensdromers zijn, maar juist het dromen van een kapitalistische wereld zonder dergelijke problemen, dat is een utopie. Om een klein voorbeeld te noemen, van de week werd bekend
dat de windmolenbouw in gevaar komt. Want door de lage olieprijs zijn windmolens opeens niet meer rendabel. Ja, daaraan kun je dus zien, mensen, zo komen we er dus niet. Als je de oplossing van het klimaatprobleem zoekt binnen de kaders van kapitalistische economie. En je wil dan een transitie naar windmolenparken binnen de logica van het kapitalisme. Ja, dan juist als er dan minder olie gevraagd wordt, hè, wat wij zouden toejuichen, dan zijn opeens de windmolenparken niet meer rendabel. Want de elektriciteitsbedrijven die zijn op zoek naar de goedkoopste grondstof. En dat is dan in dit geval gewoon weer olie. Dus daaraan zie je al, je moet echt breken met die logica van het kapitalisme om een wereld te krijgen waarin je wel samen in staat bent om de prioriteiten te stellen, om te gaan voortbrengen wat er maatschappelijk nodig is en daarmee de problemen te boven te komen. En dat is dus een strategisch doel wat, denk ik, in het oog gehouden moet worden. Er zal uiteindelijk een breuk moeten komen met het kapitalistische systeem. En dat zal langs revolutionaire weg moeten gebeuren. Want het systeem heft zichzelf niet uit zichzelf op. Ja, precies. En wat dat betreft vond ik het interessant dat in 2011 met de Arabische lente, maar ook de Egyptische revolutie, klimaat een hele belangrijke aanjager was en problematiek rondom klimaat, oosten, brood en dat soort dingen, om die revoluties aan te jagen en die massale opstanden. En de vraag is dan, heb je een strategie om te winnen? Nou, die gaan we natuurlijk hier niet verder beantwoorden, maar ik wil je wel hartelijk danken, Michel, voor deze hele uiteenzetting rondom marxistische economie. En het publiek heel erg bedankt voor het meekijken. Ik wil mensen ook vragen om de komende weken mee te kijken, want hè, we blijven hier marxistische theorie delen. En aankomende zondag, morgen dus, is er een leesgroep over de revolutionaire ideeën van Karl Marx. Volg het event op Facebook of meld je daarbij ook aan. En op socialisme.nu vind je alle bijeenkomsten op een rij. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door de Internationale Socialisten, waar Michel en ik ook lid van zijn. En wij zijn een revolutionair socialistische groep. We vinden dat verandering van onderaf moet komen en we organiseren daarom ook bijeenkomsten en acties. En we geven ook een revolutionaire krant uit, De Socialist. Die kun je op onze website vinden en je kan je daar ook abonneren. En Michel noemde het net al, we zijn op zoek naar allerlei creatieve manieren om toch te kunnen organiseren deze maatschappij. Dus we verkopen ze misschien nu niet meer fysiek op demonstraties en op straat, maar wel via tikkies aan activisten en dus online. Dus steun ons ook vooral door een abonnement te nemen. En we zien jullie ook heel graag terug bij verdere bijeenkomsten op het Marxisme Festival en op 1,5 meter op straat. En tot die tijd, houd moed, blijf je organiseren voor een echt solidaire samenleving. Oké. Yes.